Goed. Deze morgen wil ik even stilstaan bij wat doe je nu als het onrustig in je hart wordt? Er is een heel veel onrust in deze hele wereld, maar ook soms zo onrustig in je eigen persoonlijke leven, in je eigen omgeving. En dat komt meer voor, lezen dat bij de Korachieten, dat is Psalm 42, en die zal ik eerst lezen. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom voor hen uitschreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Dus hier laat hij heel duidelijk merken dat er onrust in zijn hart is. Dan zegt hij, hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer, uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen, uit het kleine gebergte. Watervloed roept tot watervloed, bij het gebruis van uwer stromen, al uw baren en uw golven slaan over mij heen. Desdaags zal de Heere zijn goedertierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Een gebed tot de God mijns levens. Ik wil tot God mijn rots zeggen, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Nou, we weten niet wie de schrijver is. Het is een leerdicht van de Korachieten, dus een van hun heeft dat geschreven. Maar je merkt wel heel duidelijk een onrust, maar ook een enorm verlangen naar God. En we merken uit deze psalm dat die onrust eigenlijk van twee kanten komt, intern en extern. Het externe zien we dat er staat dat mensen van buitenaf eigenlijk tegen hem zeggen, waar is jouw God nou? En we merken dat, hè? Wordt vaak soms gezegd, als een christen ziek wordt of een christen verliest zijn baan en hij wordt niet beter, hij krijgt geen nieuwe baan. En dan zeggen ongelooflijk, waar is jouw God nou, waar jij zo op vertrouwt? En dat kan dan zo door je ziel snijden, want je wil dat vertrouwen op God vasthouden, maar de omstanders die zeggen dan uitdagend, waar is jouw God? En niet uitdagend, eigenlijk God belachend maken. En in vers 11 vinden we diezelfde kreet vinden we terug. Waar is uw God? Twee keer gaat dat als een mes door zijn ziel heen. Dat mensen van buitenaf de spot drijven met de God waar hij naar verlangt. De God die hij heeft leren kennen in zijn leven. Maar we merken ook in deze psalm hoe dat intern zoveel gaande is. Want als hij schrijft in vers 4, mijn tranen zijn mij tot spijzen. Nou, dat zijn van die momenten dat je dat huilen gewoon niet meer kan stoppen. Dat er gewoon stromen van water eigenlijk uit je gaan. En dat zegt hij hier, mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Het houdt me helemaal bezig, ik ben zo onrustig en ik huil daarover. In vers 7 zegt hij, en mijn ziel buigt zich neder in mij. Met andere woorden, zelfs mijn ziel die zo verlangt naar uzelf, naar uw God, die dreigt zich neer te buigen, het op te geven. En in vers 12, weer opnieuw, dan zegt hij, wat buigt u neder, o mijn ziel, wat ben je onrustig in mij. Nou, ik weet niet of jullie dat kennen. Je kan het zomaar krijgen als je het wereldnieuws bezig hoort en het houdt je zo bezig. Vanmorgen hebben we dan ook, terwijl we deze overdenking hebben over de bombardementen op Israël. En dan denk je, nou weer Israël en in Syrië is er weer aan de gang en Oekraïne nog steeds. En nou noem maar op hoeveel grensconflicten er zijn waar wapens bij gebruikt wordt. En dan kun je zo onrustig worden.
Maar het kan ook heel dichtbij komen. Dat je onrustig bent in je eigen ziel over zoveel zaken. Misschien over ziekte, misschien over de toekomst. Misschien over alle ontwikkelingen op politiek, economisch en sociaal gebied. Kun je heel onrustig worden. Maar het mooie door deze psalm heen is dat degene die het geschreven heeft eigenlijk ook een handreiking doet. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen als het onrustig wordt in je hart? En hij geeft 6 dingen, geeft hij eigenlijk zo, verweven door die psalm heen, wil hij ons eigenlijk bemoedigen om daarmee bezig te zijn. Niet je laten meeslepen door de onrust, maar je onrust onder controle te brengen. Want wat hier opvalt, dat 2 keer wordt gezegd, wat buigt u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig tegen mij, of in mij. Je zou bijna denken, als je dit leest, deze psalmdichter begint een beetje door te draaien. Hij begint tegen zijn eigen te praten, in zichzelf te praten. Nee, hij heeft geleerd om zichzelf onder controle te brengen. Hij vraagt zijn eigen ziel, wat buigt u zich nu neder, o mijn ziel? En zijt gij onrustig in mij? En dan zegt hij dit, hoop op God. Hoop op God. Nou, het eerste wat hij eigenlijk zegt, hoe we dat te doen, is dat je moet verlangen als een hinde die naar waterbeken smacht. En dat begint zo mooi, hè? Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En dan heeft hij het beeld voor zich dat een hinde, die loopt in een woestijngebied en wie weet al voor hoe lang, en kan alleen overleven als er water is te vinden. Op die manier smacht die hinde naar water. En hij zegt, daar begint het. En dat is een stukje zelfonderzoek. Smachten wij nog naar de waterstromen van God, te midden in deze wereld? Verlangen wij nog naar openbaringen vanuit de schrift, dat hij ons troost en sterkt en bemoedigt? Verlangen wij er nog naar om met de Here te wandelen, te midden van een wereld die hem afwijst? Dus het eerste, vraag jezelf af, verlang ik nog naar God? Werkelijk. We praten over zoveel dingen soms, waar we mee bezig zijn, wat we veranderd zouden willen. Maar als broeders en zusters in de Here, hebben we het nog wel eens over ons verlangen naar God. En dan bedoel ik niet alleen naar zijn wederkomst of dat de opname van de gemeente plaatsvindt, maar het verlangen naar hem in ons dagelijks leven. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst, zegt hij zo mooi, naar de levende God. Het dorst naar de levende God. Het is niet zomaar een verlangen, het is een verlangen die bijna niet te stoppen is. Een prachtig beeld om met moeite en onrust om te gaan. Het om te zetten in een verlangen naar God. Dat is het eerste wat hij doet. Dan in vers 5, dan gaat hij een herinnering naar boven halen. Hij zegt, hieraan wil ik denken en mijn ziel, zijn eigen ziel, in mij uitstorten. En dan gaat hij, hoe ik optrok in de dichte droom voor een uitschreed naar Gods huis bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Het tweede is, ga terug naar aanbidding. Ga terug naar aanbidding. Als het onrustig is in je hart en je merkt, ik kan het niet onder controle brengen. 1, smacht naar God. 2, ga terug naar aanbidding. Ga God loven, ga hem prijzen, ga hem eren. Dat kun je met muziek op de achtergrond doen, je kunt het in je gebeden doen, je kunt het rondlopend in je huis doen, maar ga terug naar aanbidding. En te midden van die aanbidding gaat de geest je doen richten op de Heere God. Aanbidding, en hij zegt hier zo mooi, ik wil daar naar terug, hoe ik optrok in de dichte drom met al mijn broeders en zusters in een pelgrimstrocht op weg naar Jeruzalem, de Heere loven en prijzen. Daar wil ik naar terug, dat verlang ik. En dan staat er niet, ik verlang naar de oplossing van de onrust, ik verlang naar God. En als je naar God verlangt, dan komt de onrust, die komt op de achtergrond te liggen. Als je gaat zingen, dan kun je je niet bezighouden met andere dingen. Dus zorg dat je een lofprijs
in je hart hebt. Dan gaat hij verder. Vers 6. Klinkt gek, maar predik eens tegen jezelf het evangelie. Want hij zegt in vers 6, hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Je vindt dat terug bij Job, te midden van alle ellende. En dan zegt hij, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Moet je eens afvragen, daar kunnen we zo gewoon over doen. Job zegt dat. Nee, wacht even. Vanuit welke situatie zegt Job dat? Een situatie waarin alles is afgenomen. Waar zijn vrienden hem proberen wijs te maken dat er ergens wat verkeerd is in zijn leven. Waar onrust een toegang kan vinden. Hij zegt, maar ik weet dat mijn verlosser leeft. Hij predikt het evangelie. En hier zegt vers 2, vers 6 ook van Psalm 42, dat je tegen je eigen ziel zegt, hoop op God. Want mijn verlosser en mijn God, die heb ik. En maken we onszelf daar eens wel eens nog bewust van? Of is dat een soort automatisme in ons geloofsleven geworden? Ja, ik ben een kind van God. Ja, ik geloof dat Jezus leeft. Nee, ik ben een kind van God. En ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat is heel wat anders als je het op die manier mee omgaat. Dan gaat hij nog verder. In vers 8, dan zegt hij, watervloed roept tot watervloed. Bij het gebruis uw stromen, al, en dan zegt hij dit, uw baren en uw golven slaan over mij heen. Wauw, proeft hij hier iets van, dit laat God toe. God laat mij die onrust beleven. En dat zie je ook weer terug bij Job. God laat het toe dat het gebeurt. En zo de psalmist hier, hij erkent hier de soevereiniteit van God. Hier zit geen vraag bij, hier zit een erkenning bij dat God het alles weet. Dat God die golven en die baren toelaat in zijn leven. Hij zegt, ze komen van u. En hij gaat er niet tegenin. Hij gaat onderzoeken van, tot welk doel leidt dit dan? Wij hebben vaak de waarom-vraag in plaats van de waartoe-vraag. Heren, waartoe moet dit leiden? Nee, waarom moet het mij overkomen? Maar als je weet dat de Heere God soeverein is en dingen toelaat in ons leven om ons te vormen, te kneden en naar het beeld van zijn Zoon, ja, dan is het, Heere, mag het daartoe leiden dat waar die onrust nu aan het werk is, mag het ertoe leiden dat ik meer en meer gevormd word naar het beeld van uw Zoon. En dan merk je, wacht even, hij heeft niet alleen besloten God te zoeken, hij heeft niet overwogen, ik moet terug naar aanbidding, hij heeft niet alleen gezegd, ik moet mijn eigen dat evangelie toepreken, toezeggen, op vasthouden, ik moet niet alleen kennen dat God soeverein is, maar ik moet ook werkelijk gaan zingen. En dan zegt hij in vers 9, desdaags zal de Heere zijn goedertierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. David zegt erg, mijn psalm is de Heere. Aanbidding is niet alleen dat wij zingen voor de Heere. Aanbidding is ook als de Heere jouw psalm is, jouw lied is. Want bij aanbidding gaat het vaak om hoe wij aanbidden. Kijk eens God, hoe wij aanbidden. Nee, aanbidding heeft altijd te maken wie aanbid je. En is hij jouw aanbidding? En hier merk je dat hij begint te groeien en dat hij gaat zingen en dat hij zegt, uw lied zal elke dag en nacht bij mij zijn. Een gebed tot God mijns levens. Hij gaat uiten. Hij gaat eindelijk uiten. Hij heeft die vrijheid gevonden vanuit die onrust, door God te zoeken, terug te verlangen naar aanbidding, door het evangelie duidelijk te houden, door te erkennen dat God soeverein is, dan gaat hij eindelijk tot zingen en bidden over. En wat bidt hij dan? Dan zegt hij dit, waarom? En we denken dan vaak, zoals ik al zei, daar moet het niet bij blijven, maar dat mag je gerust wel vragen. Waarom?
En dan gaat het over naar waartoe. Hij zegt, waarom vergeet gij mij? Dat is zijn gevoel, de onrust. Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? En dan wil hij uitdrukken de last van die onderdrukking. Dat het gewoon zwart, duister om hem heen is. Een waarom vraag. We mogen vragen stellen aan God. Wie stelde ook een waarom vraag aan het kruis? Dat is de Heer Jezus. Waarom hebt gij mij verlaten? Wist hij dat niet? Ja, dat wist hij wel. Hij, waartoe? Wist hij ook. Maar in dat moment sneed het zo diep in zijn hart dat die vraag kwam, waarom hebt gij mij verlaten? Terwijl hij dat wist. En die psalm, die dekt dat niet weg, de waarom vraag. Maar hij brengt het wel terug in vers 12. Waarom buigt gij u neder, o ziel? Met andere woorden, hij sluit die psalm weer af. Waarom doe je dat? Is helemaal niet nodig. Wat moet je doen? Niet onrustig zijn, maar je moet hopen op God. Want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. En ik weet hoe onrustig het kan zijn in ons leven. Maar deze psalm, die wil ons vanuit die onrust weer brengen naar de hoop op God, onze verlosser en onze zaligmaker. Laat dat een bemoediging zijn voor ons allemaal, maar ook een uitdaging tot zelfonderzoek. Hoe ga ik met onrust om? Zoek ik de Heere of laat ik me meeslepen in de onrust? Heb ik geleerd om tegen mijn eigen ziel te zeggen, tot hier en niet verder, hoop op God. Want onrust is een neergaande spiraal. Hoop op God brengt je weer terug in de relatie met Hem. Laat dat een zegen zijn voor een ieder die dit hoort. Amen. Amen. In nemato humanae shevet achim ram yachad. In nemato humanae shevet achim ram yachad. Hine mato, hine mato. Oh,